Vandaag de dag zitten Ferrari en Maserati samen in één concern, maar ooit was het anders. Ergens lang geleden, ver voor de Tweede Wereldoorlog, waren ze keiharde concurrenten van elkaar en streden ze dat uit op het scherpst van de snede op de circuits. Hier in Modena is een prachtig museum gevestigd rondom het geboortehuis hier van Enzo Ferrari. En in dit museum wordt vanavond een hele speciale tentoonstelling geopend over die rivaliteit van weleer. Wat een melodramatiek om een verzameling oude auto's. Maar goed, de doeken zijn er vanaf, dus we gaan een rondje maken. Ik sprak net een van de curatoren hier en ik vroeg hem van wat is nou de meest bijzondere aparte auto op deze tentoonstelling? Hij zei dat is deze Ferrari 375 Indy uit 1952. Er zijn er maar twee van gebouwd wereldwijd. En wat schetst me verbazing? Eigendom van Evert Lauwman. En dan deze Maserati Eldorado uit 1958. Sterling Moss staat erop. Vreemde combinatie, denk je misschien? Nee, helemaal niet. Heeft die auto gereden in 1998 op het Goodwood Festival of Speed. Deze Maserati heeft ook een aardige cv opgebouwd hoor. Hij is ooit gereden door Juan Manuel Fangio en hij is ook door 20th Century Fox later gebruikt in de film The Racers met Kirk Douglas erin. Kijk hem er zelfverzekerd bij staan. En dat kan, want deze auto, dit serie nummer precies, stond op de Turijn Motorshow van april 1954. Deze Maserati V5 uit 1932 is helaas een replica, maar de motor is nog wel origineel. De wagen crashte en bij die crash werd de bestuurder uit de wagen geslingerd en die ging dwars door het reclamebord heen en dan moest hij vergoeden. Ja, toen had je nog geen gordels. Hier maar weer, leen nooit je Ferrari uit aan je schoonmoeder. Het is eigenlijk een beetje een onwerkelijk gezicht. Al die mooie auto's van vroeger in zijn grote, moderne, steriele hal. Maar ja, wel indrukwekkend allemaal. En het is inmiddels laat geworden en de grote meute is verdwenen. Dus ik ga op mijn gemak genieten van al dat moois.